Het is woensdag 15 april. Het is 10 graden vandaag. Heb je die wilg al gezien die heel mooi in bloei staat? En wat ik vandaag ga doen? Ik heb weer van die stokjes. Ik moet nog bij 6 plantjes of 8 plantjes moet ik nog stokjes plaatsen. En ik heb een nieuw netje gekocht. Die is 4 bij 5 meter. Dus dan wil ik een nieuw net eroverheen doen. Ik pak gewoon even mijn plant erbij. Sint-Janskruid heb ik op 11 april geplant. Het zijn wel wat grotere stokken. Ik heb hier duizendblad, vlas, bonte salie en groot kaarsjeskruid. Wat ik ga doen? Ik ga een pruik met haar eroverheen doen. Ja. Hij is 5 bij 4. Dat kan wel kloppen. Want hij is inderdaad ook 5 meter lang en 3 meter breed. Dus daar zal ik ietsjes overhouden. Die kraai zit de hele tijd te kijken. Maar die kan er straks toch niet in. En weg is die. Dat is ook wat. Het net zit erop. En dan kom ik ineens niet meer aan mijn 5 meter. Dan is hier het einde. En ik moet nog tot hier. Nou ja, gelukkig heb ik dan nog van het groene spul over. Dan ga ik dat nog een beetje erbij doen. Dit is dus hoe het eruit ziet van binnen. Het lijkt wel een tent, joh. Ik zit nu dus binnen in mijn eigen tent. En ik was benieuwd of er nog genoeg zon doorkomt. Nou, die zon die schijnt prachtig door het gaas heen, hoor.